we het niet terugvinden, blijven we klein. Mijn kleren worden gigantisch. Die gaan niet meer passen. Oké, dit is het plan. We lokken de 9 kleine gekloonde Peaches terug naar het Fab Lab. We laten ze onder de driedubbelaar zitten. We maken een paar kleine aanpassingen. En halen dan gewoon de hendel over en lanceren ze omhoog de driedubbelaar in. En dan veranderen we de 9 puppies terug in de enige echte Peaches. Klinkt goed, toch? Ja! Woe! We moeten waarschijnlijk wel eerst de honden halen. Kom dan, Peaches! Kom hier, Peaches! Kom hier, Peaches! Peaches! Oh, breng dat pocketmedaillon terug. Alsjeblieft, breng het terug. Kom dan, meisje. Kom hier, Peaches. Dit wordt moeilijker dan we dachten. We moeten al die 9 gekloonde schatjes terugbrengen naar het Fab Lab. Ik denk dat we een oplossing moeten bedenken. Geluiden en frequenties geprogrammeerd die honden leuk vinden, wetenschappelijk bewezen. Oh, te gek! Zet maar aan. Daar gaan we dan! Ha, dat klinkt interessant. Het klinkt wetenschappelijk. Kennelijk werkt dit alleen maar voor eekhoorns. Oké dan. Terug naar de tekentafel. Oké, deze gaat echt werken. Ik noem hem de Snuffert. Hij gebruikt de luchtstroom om de geur van Peaches lievelingskoekjes te verspreiden en haar hier weer terug te lokken. Hondenkoekjes. Die komt zo weer aangerend. Echt waar? Hoe ruiken ze? Kom op, wetenschap. Werk nou mee. Fouten maken hoort bij het proces. Ik haat dit deel van het proces. Hadden we nou maar een onweerstaanbaar middel om Peaches terug te lokken? Tja, we hebben alles geprobeerd. Niet alles. Zijn jullie klaar? Zet hem op! En deze is van mij. Ik ben zo blij dat onze enige echte Peaches helemaal oké is. Ik denk dat we de driedubbelaar voorlopig maar niet moeten gebruiken. Hij maakt nogal een rommeltje. En de Blaffert. Die werkt kennelijk alleen voor eekhoorns.